Dus toen dacht ik van ja, maar wat is nou leuker als ze van iedereen wie ze kent een kaartje krijgt. De 80ste verjaardag van haar moeder wilde de Leidse Jo Verhoeven niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze is helemaal gek op Saskia en Serge. Dus die heb ik gewoon een bericht gestuurd van ik volg ze ook zelf ook, hè. En dan heb ze gewoon een persoonlijk kaartje van gehad van Wim Rijken. Die luisterde altijd naar met Connie van de Bosliedjes. Van de Meilandjes. Die volgt ze al jaar, maar die ken ik dan vanuit Noordwijk. Nou, en dat is echt gewoon hartstikke leuk. Moeder Sjaan Verhoeven was aangenaam verrast. Ik was er altijd op tegen, eigenlijk. Maar omdat er natuurlijk geen verjaardag gevierd werd met die corona, hebben ze dat allemaal versierd. Ik heb zoveel kaartjes gekregen. Heb ze allemaal voor gezorgd natuurlijk. Maar degene die ik heb, ik denk dat ik wel 80 kaartjes heb gehad. De 80-jarige woont al haar hele leven in de Leidse Zeeheldenbuurt. Ik ben in de Verspijkstraat geboren, 80 jaar geleden. En ik moest daaruit vanwege de afbreken. En dat vond ik zo erg. Ik denk, al mijn hele leven ligt erin. Mijn ouders en weet ik het allemaal, mijn kindertjes en zo. En toen kwam ik hier. Ik denk, waar ik me eigenlijk nou druk om gemaakt? Als ik maar in mijn buurt mocht blijven, snap je? En ik denk, nou, ik zit hier zo heerlijk. Dus mensen maken er eigenlijk soms druk om niks. Maar ja, ik was daar helemaal vastgeroest natuurlijk, in die straat. Dus vandaar. En nu? Ga je al die mensen die een kaart gestuurd hebben een kaartje terugsturen? Nee, dat ga ik niet doen. Want Jolande zegt, daar zorg ik wel voor. Want zij heeft zo'n app, weet ik hoe dat heet, zo op de dinges. Maar die heb ik niet. Ik heb wel een computer, maar doe ik voor de aardigheid. Doe er voor de rest helemaal niks mee. Maar dat doet Jolanda. Nee, daar kan ik niet aan beginnen. Daar gaat mijn hele AOW eraan.